Laten we eerst samen bidden. Jezus, dank u wel dat we hier mogen zijn en over een topic mogen praten dat misschien wel heel dicht bij ons staat. Maar waar we het zo moeilijk vinden om over te praten, om over te delen, waar we ons misschien wel voor schamen. En Jezus, ik bid u dat we vandaag op dat plekje mogen komen, dat hele kwetsbare plekje waar we eenzaam zijn. Dat we u daarin mogen ervaren, dat we niet die gevoelens wegstoppen, maar ze mogen confronteren en ze mogen overwinnen. Jezus, ben bij ons vanavond. Amen. Nou, er waren heel wat mensen in de Bijbel die net als jij en ik eenzaamheid ervaarden. En één van hen was Paulus. We kennen Paulus uit het Nieuwe Testament. Hij groeide op in een ontzettend religieus gezin. En al op jonge leeftijd werd hij door zijn ouders naar Jeruzalem gestuurd om daar de wetten van de Joden te leren. Hij was een fariseer. Hij was hard. En hij had een hekel aan Jezus en mensen die over Jezus spraken. En Paulus vervolgde de christenen. Totdat op een dag het leven van Paulus 180 graden werd omgedraaid door God. Hij had een ontmoeting met God. En God zei tegen hem, Paulus, op dat moment heette hij nog Saulus. Saulus, waarom heb je mij verraden? Waarom? Herken je mij niet? En op die dag
is Paulus, in plaats van christenen te vervolgen, zelf iemand geworden die over Jezus vertelde. En hij ging over de hele wereld om mensen over Jezus te vertellen, vooral naar volken die niet Joods waren. En zo deed hij vele missies over de hele wereld, totdat hij uiteindelijk, na heel veel kerken te hebben gesticht, zelf vervolgd werd, omdat hij over Jezus sprak. En uiteindelijk komt Paulus ook in de gevangenis. 2 keer. En de 2e keer was niet zo best als de 1e keer. Hij zat in een diep, donker gat. Het was vies, het was koud. En hij was net als jij en ik, eenzaam. En hoe ging Paulus daar eigenlijk mee om? Daar gaan we vandaag naar kijken. Maar eerst, wat zijn een aantal redenen van eenzaamheid? Waarom voelen we ons soms eenzaam? Nou, de eerste reden kan zijn de overgangsperiode van het leven. Dat is niet de overgangsperiode, maar de overgangsperiode. Bijvoorbeeld, je gaat naar een nieuwe school. Of je gaat naar je werk. Die eerste dagen, die eerste momenten, ga erheen, helemaal in je eentje. Niemand weet op dat moment wat jij voelt, want jij bent de enige die dat op het moment door die gevoelens heen gaat. En dan voelen we ons soms eenzaam, we voelen ons alleen. En Paulus was ook in zo'n overgangsperiode. Sterker nog, Paulus wist dat zijn leven niet langer zou duren. Hij zat in die gevangenis en hij wist, dit is de laatste periode van mijn leven. En Paulus voelde zich eenzaam. Nou, een andere reden kan zijn isolement. Soms, om welke reden dan ook, zijn we weg van onze vrienden, familie, misschien voor werk, misschien voor school. Misschien zijn er juist mensen in jouw leven die er niet meer zijn, om welke reden dan ook. Misschien overleden. Misschien is een relatie net stuk. En we zijn van die mensen gescheiden op welke manier dan ook. En we voelen ons eenzaam. Nou, Paulus zit in de gevangenis. En Paulus was normaal gesproken echt mensenmens. Hij wilde altijd bij de mensen zijn. Hij vond het fantastisch. Hoe meer mensen, hoe beter. Maar op dat moment van zijn leven zit Paulus in de gevangenis. En hij is alleen. En hij schrijft ook in 2 Timotheus dat hij helemaal alleen is zonder al zijn vrienden. En dat kon ons eenzaamheid brengen. Of we krijgen te maken met tegenstand. Er zijn momenten in het leven waarop we in omstandigheden terechtkomen, op plekken terechtkomen, waar we worden aangevallen, waar we worden tegengewerkt. En Paulus maakte dat ook mee. We lezen in de Bijbel dat er een of andere Alexander was. En hij noemt hem Alexander, de koperslager. En hij zegt, die man heeft mij kwaad gedaan. We weten niet wat hij gedaan heeft, maar we weten dat Paulus mede door hem uiteindelijk werd vervolgd. En dat door die man hij uiteindelijk zijn dood zou vinden. En dat kan pijn doen. Dat kan ons eenzaamheid geven. Als wij op zo'n moment zitten dat alles ons tegenwerkt, dan kunnen we eenzaamheid ervaren. En de laatste, en misschien wel de meest pijnlijke reden, is afwijzing. Wanneer je verraden bent, wanneer je verlaten voelt, wanneer je in de steek gelaten voelt. En Paulus voelde zich ook zo. De eerste rechtszaak die hij had een rechtszaak voor Nero. Hij moest zichzelf verdedigen. Waarom hij over Jezus vertelde. Alle aanklachten die op hem kwamen, moest hij zichzelf verdedigen. En het was in die tijd normaal dat er dan mensen waren die jou kwamen verdedigen. En Paulus schrijft, er was helemaal niemand die mij kwam verdedigen in zo'n moeilijke tijd. En dat kan ons zoveel pijn geven. Het kan ons zo eenzaam laten voelen. En God weet dat wij liefde, acceptatie en erkenning nodig hebben. En juist deze vorm, afwijzing, doet God zoveel pijn. En hij voelt jou in die eenzaamheid. Nou, het is fantastisch om te weten waarom we eenzaam zijn. Maar uiteindelijk willen we weten hoe je er vanaf moet komen. Dus, laten we beginnen met wat je vooral niet moet doen. Wat moet je vooral niet doen? Nou, er zijn mensen die gaan heel erg veel werken. Want ja, als je heel veel gaat werken, hoef je niet aan je eenzaamheid te denken. Ben je niet s'avonds in de late uurtjes alleen. Kan je gewoon lekker andere dingen doen. Maar uiteindelijk zal je jezelf ergens tegenkomen. We rennen weg voor het probleem. Of dat kan je ook doen door materialisme. Gewoon heel veel dingen kopen, gewoon omdat het leuk is. En dat is ook heel leuk, vooral deze auto. En misschien ben je een dag heel blij mee. Misschien 2 dagen, 3 dagen. Misschien, als je echt van auto's houdt, 1 jaar misschien. Maar dan is het echt klaar. En op een gegeven moment zullen we toch weer die gevoelens naar boven komen. Of soms gebruiken we alcohol of drugs. Gewoon om even onze problemen, onze gevoelens weg te drinken. Even vanaf te zijn. Of andere impulsen. Maar al deze dingen helpen ons niet. Het is allemaal vluchtgedrag. We kunnen er even
van onze gevoelens af zijn, we zijn even van onze eenzaamheid af. Maar we confronteren het probleem niet en dat is juist wat we moeten doen. Dus, hoe komen we van onze eenzaamheid af? Nou, de eerste gedachte is, maak het beste van een slechte situatie. En misschien denk je, ja, logisch. Tuurlijk, ik wil altijd het beste maken van een slechte situatie. Maar gek genoeg is dat niet wat wij mensen doen. Wij mensen gaan vaak zitten. Ik voel me eenzaam. Ik ben zo zielig. Ik kan helemaal niks. Nee, ik ga echt helemaal niks meer doen. En we maken het erger. En we maken het erger. En we maken het erger. En we blijven eigenlijk maar zitten. Terwijl wat Paulus deed, is iets heel anders. Paulus, die stond meteen weer op. Hij bleef niet zitten. Want tuurlijk, je situatie kan heel slecht zijn. Maar maak er het beste van. Hoe deed Paulus dat? Laten we lezen in 2 Timotheus. Hij schrijft, Tychicus is ook niet meer hier, want ik heb hem naar Efeze gestuurd. Als je komt, vergeet dan niet de mantel mee te brengen, die ik trouwens bij Carpus heb laten liggen. Neem ook de boeken en vooral de perkamenten mee. Nou, Paulus die had op dat stoeltje kunnen gaan zitten, op de grond in de gevangenis. Het is toch het eind van mijn leven. Ik ga gewoon zitten, ik doe helemaal niks meer. Maar dat deed Paulus niet. Wat vraagt Paulus? Grappig genoeg vraagt Paulus om zijn jas. Nou, dat vind ik heel interessant, want als je het koud hebt, vraag je natuurlijk gewoon om je jas. Maar wij mensen gaan vaak eerder bij de pakken neer zitten. Maar Paulus kijkt, wat kan ik op dit moment gebruiken om mijn slechte situatie toch even beter te maken? En hij vraagt ook naar zijn boeken en vooral de perkamenten. Nou, Paulus wilde graag zijn boeken hebben om te studeren. En hij wilde graag zijn perkament hebben, zodat hij brieven kon schrijven. Nou, interessant genoeg was Paulus misschien helemaal niet zo'n studeerder of een schrijver. Paulus was iemand die wilde zijn waar de actie was. Paulus hield ervan, hoe meer mensen, hoe beter. Als er geen actie is, dan creëer ik het wel. En Paulus' grote droom was waarschijnlijk ergens in het Colosseum te staan, midden in Rome, en heel veel mensen om zich heen te hebben. En eigenlijk gewoon een megachurch te hebben. Hij zou daarvan gehouden hebben. Maar Paulus zat niet in het Colosseum. Hij stond daar niet voor al die mensen. Paulus zat in de gevangenis. Alleen in die diepe put. En wat besluit Paulus te doen? Hij besluit de tijd heel nuttig te gaan gebruiken. En wat zo gaaf is daarin, is dat Paulus uiteindelijk 8 tot 13 van de boeken in het Nieuwe Testament heeft geschreven. Van de 27 boeken in het Nieuwe Testament. Even snel rekenen, dat betekent dat hij minstens 30% van de boeken in het Nieuwe Testament heeft geschreven. En dat allemaal omdat Paulus in een ellendige situatie zat, maar besloot om er het beste van te maken. Paulus liet zich gebruiken door God in een moeilijke, slechte tijd. En God laat zien dat als jij het wil, hij door jou heen wil werken. Zelfs in die eenzame, rotste periode van je leven. Als er geen actie is, moet je actie creëren. En misschien is je situatie slecht. En ik geloof dat je situatie soms heel slecht is. Maar het heeft geen nut om erin te blijven. We moeten eruit. En dat brengt ons naar de volgende gedachte. Beperk de pijn. We moeten dingen niet groter maken dan ze zijn. We moeten onze pijn niet groter maken dan het is. Als we dat wel doen, krijgen we bitterheid in ons hart. En bitterheid groeit en groeit en groeit. Het wordt alsmaar groter en neemt ons leven over. Paulus schrijft, iedereen had mij in de steek gelaten. Op mijn zwaarste moment in mijn leven, toen ik het meest eenzaam was, was er niemand voor mij. Maar, zegt hij, ik hoop dat het hun niet zal worden aangerekend. Wauw. Paulus had alle tijd om bitter te worden. Hij had alle tijd om rok te hebben. Hij had alle tijd om boos te worden op al die mensen die er nu, juist nu, niet voor hem waren. Maar hij deed het niet. Hij besloot om ze te vergeven. Want Paulus wist, rok maakt me alleen maar eenzaam. Maar rok bouwt een muur om mijn hart. En ik moet niet bitter worden. Paulus die gebruikte zijn tijd goed en hij besloot om zijn pijn te beperken. Nou, als wij alleen maar naar de grond blijven kijken, eenzaam zijn, of misschien alleen maar naar het verleden blijven kijken
en pijn hebben over de dingen die in het verleden zijn gebeurd, dan zien we niet meer wat voor ons ligt. En God heeft zulke te gekke dingen voor je liggen. Maar als wij bij de pakken neer gaan zitten, bitter worden, kan God die dingen niet aan jou laten zien. Dus zorg ervoor dat je dit pijn beperkt. Laten we gaan naar de volgende gedachte. Zie God in jouw eenzaamheid. Nou, het is een uitdaging om juist, als je eenzaam bent, God te gaan zoeken en Gods stem te horen. Paulus zegt, de Heere heeft mij altijd bijgestaan. Misschien vraag je je af, maar waar is God dan in mijn eenzaamheid? God staat direct naast je, hij is overal, hij is boven je, onder je. En juist in je eenzaamheid wil hij jou erkennen, wil hij jou zien, wil hij jou ervaren en een band met jou aangaan. En dat is te gek. Jezus zegt, ik zal u niet als wees achterlaten. God is overal. En hij wil met je praten. En als we eenzaam zijn, moeten we misschien juist op zoek gaan naar die God die met ons wil praten. En hoe doe je dat? Door te bidden. Om simpelweg naar God toe te gaan. Te zeggen, ik voel me eenzaam. En vaak zijn dat dingen die we niet durven zeggen. Dat klinkt raar, ik ben eenzaam. Hoezo zou ik dat aan God vertellen? Maar als we het aan God vertellen, kunnen we hem echt vinden. En kan hij ons vinden. En dat is te gek om te doen. In Hebreeën staat, God heeft gezegd, ik zal altijd voor u zorgen. En ik zal u nooit in de steek laten. Nou, David in het Oude Testament is een heel goed voorbeeld daarvan. In de psalmen schrijft David al zijn gebeden naar God. Elke emotie die hij heeft, roept hij uit naar God. En één daarvan is ook eenzaamheid. Toen hij zich eenzaam voelde, zocht hij God, bad hij tot God. En zo wist hij God te vinden. En had hij de meest innige relatie met God, die misschien iedereen van ons wel zou willen. Dus juist in je eenzaamheid, als je hem niet ervaart, moet je gaan afvragen. Hoe intiem is mijn relatie met God dan? Hoe intiem is mijn relatie met Jezus? Zoek hem. We gaan verder met het verhaal van het meisje die zo ontzettend eenzaam was. Elke dag ervaarde ze weer die leegte in haar hart. Die pijn in haar hart. En ze wist eigenlijk niet hoe meer verder. Elke dag weer was het een gevecht. Maar ze wist dat God van haar hield en haar wilde troosten. En dus ging ze op zoek naar wie God was, wat hij tegen haar wilde vertellen. En ze las de Bijbel. Ze ging naar Psalmen, ergens in het midden van de Bijbel, en zocht wat God haar te zeggen had. En ze vond zoveel mooie dingen. Er stond, toen de Heere zocht, heeft hij mij geantwoord. Hij heeft mij uit mijn kwelling gered. Wie op hem ziet, straalt van vreugde en kan met hem blijdschap aanzien. Ik was er zo ellendig aan toe. Maar toen ik naar de Heere riep, heeft hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. De engel van de Heere staat hen, die ontzag voor hem hebben, altijd bij en verlost hen. Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de Heere is. Gelukkig is degene die bij hem bescherming zoekt. Heb diep ontzag voor de Heere, alle gelovigen, want wie hem dienen, zullen nooit gebrek lijden. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heer is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. Wauw. Op dat moment wist ze dat God altijd bij haar wilde zijn. En juist op die momenten kon ze God ervaren. En dit boek hielp haar. Maar toch, hoewel ze wist dat God zo dicht bij haar was, hoewel ze wist dat Jezus een arm om haar heen sloeg, ervaarde ze soms alsnog die pijn. Hoe nu verder? En dat brengt ons naar de volgende gedachte. Focus je op de noden van anderen. Heel vaak
kijken we eerst naar onze pijn, naar onze eenzaamheid. Terwijl het veel beter werkt om te afvragen, wat heeft mijn vriend nodig? Wat heeft mijn vriendin nodig? Wat heeft mijn buurvrouw nodig? Wat kan ik voor een ander doen? Want juist als we daarop gaan focussen, zullen wij echte liefde en vriendschap ervaren. Paulus aan het eind van zijn leven, eenzaam en alleen. Maar hij haalt zijn levensdoel voor ogen. Paulus wilde altijd mensen dienen, hij stond altijd voor andere mensen klaar. En zelfs in deze moeilijke tijd wist hij waar hij het allemaal voor deed. Hij schrijft, hij gaf mij de kracht, zodat ik het goede nieuws onder alle niet-Joodse volken heb kunnen brengen. En zij het allemaal gehoord hebben. Zelfs in zo'n periode waarin er geen uitzicht is, waarin het enige uitzicht misschien de dood is, focuste Paulus zich nog steeds op andere mensen. En hoe te gek is dat? Om zelfs in de allermoeilijkste tijden niet naar jezelf te kijken, maar naar een ander te kijken. Misschien ken je wel het verhaal van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom was een vrouw, ze groeide op in Haarlem, haar familie had een horlogezaak. En Corrie was maar één keer naar leven verliefd geworden. Ze was 23 jaar en ze was verliefd op een prachtige jongeman. En ze wandelden samen, ze hadden geweldige gesprekken samen. Hij beloofde haar van alles. En ze dacht dat ze echt zouden gaan trouwen. Tot op een dag deze jongeman bij haar aanmeldde en kwam vertellen dat hij ging trouwen met een van haar beste vriendinnen. En Corrie's hart was gebroken. Ze had zoveel pijn. En toen kwam haar vader naar haar toe. En haar vader zei, Corrie, er zijn twee dingen die je kan doen. 1. Je kan al die liefde die je hebt opkroppen. En uiteindelijk zal je daar aangaan. Uiteindelijk zal dat liefde, dat stukje van jezelf, zal afbreken. Het zal je opvreten. Of je hebt een andere keuze. En dat is die liefde die nu geblokkeerd is, te gebruiken voor andere mensen. Nou, ik weet niet of je het leven van Corrie kent, maar daarna heeft ze bizarre dingen gedaan. Samen met haar familie heeft ze ontzettend veel Joden schuilgehouden in haar huis, in een geheime kamer, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is daarna uiteindelijk opgepakt, in een concentratiekamp gekomen. Ontzettend ellendige dingen meegemaakt. Haar zus stierf in het concentratiekamp, haar vader stierf in het concentratiekamp. En zelfs na jaren wist ze nog deze mensen te vergeven. Corrie leefde een leven vol dienen. Ze focuste zich niet op haar pijn, die ze zeker gehad zou hebben, haar eenzaamheid. Ze heeft later nooit meer een partner gevonden. Maar ze focuste zich op wat andere mensen nodig hadden. En als we dat doen, dan zullen we pas echt gevuld worden. Nou, ik heb sinds kort een nieuw huis. Dat is heel chill. En wat nog veel chiller is, is dat ik nu eindelijk een tuin heb. En die tuin is zo chill, want 's ochtends komt de zon op en dan kan ik mijn koffie drinken. En laatst postte ik deze foto op Instagram met mijn kopje koffie, helemaal chill in mijn tuin. Maar ik moet jullie eigenlijk iets bekennen. Het lijkt allemaal heel perfect, maar daarachter zit eigenlijk een andere realiteit. Namelijk dat mijn hele tuin vol zit met onkruid. Onkruid van ongeveer zo hoog, heel veel distels, heel veel puin in de grond. Helemaal niet chill. Dus, wat moet ik doen om het beter te maken? Nou, de makkelijkste optie zou zijn om gewoon om het terrasje, die tegels die je daar ziet, op een hek te bouwen. En ik zie niks meer van die onkruid. Ik hoef niks met die grond te doen en het is helemaal prima. Toch? Maar, wat we eigenlijk willen, wat we eigenlijk allemaal willen, is we eigenlijk willen het mooiste, we willen het beste. En dat betekent soms dat we onkruid uit de grond moeten halen, dat we handschoenen aan moeten doen, dat we die distels eruit moeten trekken, dat we moeten scheppen, dat we grond uit de grond moeten halen, dat we 2000 kilo aarde door je huis heen en weer met kruiwagens moeten lopen, dat je daarna weer goede grond in de grond moet doen, dat je dan misschien eindelijk een keer wat mooie plantjes kan planten. En gek genoeg klinkt het veel logischer als ik zeg, ja, tuurlijk ga ik die tuin mooi maken. Dat zou iedereen doen. Niemand zou een hek omheen zetten om het niet meer te kunnen zien. Maar als het op onze eenzaamheid aankomt en op onze persoonlijke relaties, zetten we gek genoeg vaak wel een hek neer. We bouwen een muur om ons hart. Het is soms makkelijk om die muur neer te zetten, ons kamers op te zoeken, in een hoekje weg te kruipen. Maar uiteindelijk krijgen we daardoor niet al het moois wat we zouden willen. En die muren kan je opbouwen, maar uiteindelijk win je er niks mee.
We moeten stoppen met het bouwen van die muren en moeten bruggen gaan bouwen naar andere mensen. Als we muren bouwen, kunnen we geen vriendschap ervaren. Als we muren bouwen, zullen we nooit die relaties hebben die we eigenlijk zouden willen. Zouden we nooit die eenzaamheid kwijtraken. Maar als we bruggen gaan bouwen naar andere mensen, als we gaan kijken naar wat zij nodig hebben in plaats van wat wij nodig hebben, zullen we pas echte vriendschap en liefde ervaren. De enige tegengif voor eenzaamheid is liefde. En dan niet het ontvangen van liefde, niet het wachten op liefde, niet het wachten tot het iemand naar ons toe komt, maar het geven van liefde. Nou, Jezus, die weet precies wat eenzaamheid is. Hij weet precies waar jij doorheen gaat. Hij weet precies wat jij op dit moment voelt. Ook al lijkt het soms alsof wij de enige zijn die gevoelens ervaren. Ook al lijkt het soms of we raar zijn met die gevoelens. Jezus was zelf ook eenzaam. De nacht voordat Jezus aan het kruis ging, was hij met zijn vrienden in het hof van Gethsemane. En hij zei tegen zijn vrienden, blijf alsjeblieft wakker. Hij had ze zo hard nodig, had hun support nodig. Maar Jezus ging bidden, kwam even later terug en zijn vrienden waren in slaap gevallen. Juist op het moment dat hij hem zo hard nodig had. Toen hij aan het kruis ging, hing hij aan het kruis en hij zei, Vader, Vader, waarom heeft u mij verlaten? In het ergste, diepste, zwartste moment van zijn leven was Jezus eenzaam. Op het moment dat hij alles voor ons gaf, was hij eenzaam. Maar hij keek niet naar zijn eigen hart. Hij keek niet naar zijn eigen eenzaamheid. Hij keek naar ieder van ons. Naar ieder van ons hart. Om juist die liefde die je misschien mist, om die eenzaamheid te veranderen. Ja, het verhaal wat ik net vertelde over het meisje van 16 jaar, het is mijn verhaal. 7 jaar geleden was ik 16 jaar. Ik kwam net uit een relatie. Ik was ziek. Ik was moe. En ik vroeg me af, waar ben ik gebleven? Dit is niet de persoon die ik ben. Ik heb normaal zoveel vrienden. Maar op de een of andere manier kon ik niet connecten met de mensen om mij heen. En ik voelde me zo eenzaam. En op een gegeven moment wist ik, als ik zo doorga, als ik alleen maar op mijn kamer blijf zitten, als ik alleen maar op mijn bed blijf zitten, dan verandert er nooit iets. Als ik muren om me heen laat zijn, kan er niet iets veranderen. En uiteindelijk was het rond dezelfde tijd als ik met ICF begonnen. En we waren ook bezig met small groups. En ik wist, ik moet nu een stap zetten naar andere mensen. En ik ging daarheen. En soms is het moeilijk om die stappen te zetten. Om ons open te stellen, omdat we eenzaam zijn. En als we die eenzaamheid laten zien aan iemand anders, zijn we kwetsbaar. Maar uiteindelijk, het enige wat ons verder helpt, is om te focussen op die andere mensen, op de noden van andere mensen. Uiteindelijk heb ik me vol ingezet voor ICF, omdat ik wist dat dit mijn redding zal zijn. Andere mensen dienen en niet kijken naar mijn eenzaamheid. En soms ben ik eenzaam, maar iedereen kent eenzame momenten. Maar ik weet dat ik altijd naar mijn God toe kan gaan, dat Hij altijd voor mij is. En ik heb nog nooit zo'n periode gehad in mijn leven waar Jezus zo dichtbij me was. En Jezus wil ook jouw pijn en jouw eenzaamheid veranderen in liefde en in vriendschap. En Hij wil zo dichtbij jou zijn. En ik wil je uitdagen om zometeen met mij een gebed te bidden, om Hem te vragen om ons te helpen die stappen te zetten. Zodat jij ook eenzaamheid kan overwinnen. Paulus overwint eenzaamheid. Jezus overwint eenzaamheid. Ik overwin eenzaamheid. Dat betekent dat ook jij eenzaamheid kan overwinnen. Laten we samen bidden. Jezus, dank u wel dat u voor ons aan het kruis ging op een moment dat u ook zoveel pijn en eenzaamheid ervaarde. Maar dat u niet naar uw eenzaamheid keek, maar naar ons keek. En ik bid u ook vandaag, help mij om bruggen te bouwen in plaats van muren om mijn hart heen te bouwen. Help mij om open te zijn over mijn gevoelens. Misschien met iemand te delen hoe ik me voel. Om misschien een stap te zetten om in een smart op te gaan, zodat ik echte vriendschap en liefde mag gaan ervaren om me kwetsbaar op te stellen. Jezus, help me om niet bitter te worden in deze moeilijke situatie in mijn leven. Maar help mij altijd op zoek te gaan naar u. In die eenzaamheid u te vinden. Heer, dank u wel voordat u zo'n fantastisch God bent en dat u ons kerk heeft gegeven als een plek om ook over deze topics te mogen praten. Heer, raak ons hart aan en help ons om vandaag een stap te zetten en vandaag te besluiten dat we bruggen willen bouwen in plaats van muren om ons hart willen bouwen. Jezus, dank u wel.